Allemaal mensen die geen idee hebben. Ook geen idee hebben waar ik mee bezig ben. En hun die dan aan het kopiëren zijn, is zo duidelijk dat ze niet de ervaringen, niet de lasten. Wijsheid is ver te zoeken. Dat we niet in een rechtsstaat leven, omdat er allemaal smerigheid gestopt moet worden. En ze bezig zijn met experimenten waar veel geld voor betaald hoort te worden. En dan al dat stelen ook nog. En alles wat teruggegeven moet gaan worden zo meteen. En hun die dat niet kunnen, die zullen met hun levensenergie moeten betalen. Ik weet nou echt. Ik lijk niks. Op waar ik vandaan kom. Of waar ik opgevoed ben. Hun hebben die abilities allemaal niet. Hè? Het is donker. Zal ik even een lampje aandoen? En echt, de zon is naar mijn idee weer. Meer naar het noorden. En als ik zo kijk op het rijtje wat hier achter mij staat, wat ik denk 20 meter bij mij vandaan is, zo de zon die verdwijnt achter schoorstenen. Dus die afstand is toch wel een... tussen de 3 en 7 meter dat hij blijkbaar weer naar rechts is. Maar ik had een video gemaakt 6 februari. De 6 februari kan ik gaan echt zien hoeveel weer hij zo nog meer naar rechts toe is. En steeds meer licht. Volgens mij is de winter ook bijna over. En we kunnen natuurlijk wel een nawintertje krijgen nog, bij wijze van spreken. Maar ja, dan hebben we een maandje winter gehad. Er echt allemaal ja, hoe zeg je dat? Ten eerste die snapte waar ik mee bezig was. Ten tweede het allemaal niet mee eens zijn. Ten derde dat je er niet mee bezig moet zijn. Maar hun die nou kunnen inkleuren hoeveel er op mijn initiation bezig zijn met dromen aan het inkleuren. Niet alleen de onderwerpen die ik bespreek, maar ook de onderwerpen, de lasten die ik aan het ondervinden ben. En hoeveel mensen daardoor toch wel geholpen worden. Het is dieverij, niet het naam van het beestje noemen. Maar... dus een heleboel die zijn me geld schuldig, maar tegelijkertijd heb ik wel een heleboel mensen geholpen. Wat mensen er ook van vinden. Ja, iedereen die kan wel een puzzel maken, maar doet het ook wat. Anderen die moeten mensen betalen om aan het werk te gaan. Voor mij zijn ze allemaal gratis aan het werk. Maar echt plagiaat. Geen eer, geen respect. Voor de initiation die ik hier zou delen. Althans, niet hier al in het fysieke 3D, de materiewereld. Maar in de spirituele wereld. Want dat is voornamelijk... ja, wat er om mij heen, of hun die mijn video's kijken, het onderbewustzijn, daar is het snel. Daar is het snel aan het gaan. In het astrale, de ether. En daar hoef ik alleen maar het spirituele zijn voor te zijn. Mensen kunnen wel bezig zijn met het bewustzijn, maar de awareness ergens opgooien in plaats van elke keer maar in perspectief houden. Maar als experimenten op je uit aan het oefenen zijn, raak je uiteindelijk experienced. ben je de baas erover aan het worden. Echt, wat je niet ziek maakt, wat je niet dood maakt, dat maakt je echt sterker. En nog steeds,
Ik ben die dingen van plan om mijn kroonchakra te stoppen. Hetzelfde als bij die tarotkaarten. Ik heb gewoon een cheat sheet. Maar het zijn de woorden waar je zinnen van moet maken. En iedereen die kan de kaarten schudden. Maar met welke verhaaltjes zijn ze aan het komen? Dringt het wel binnen bij mensen? Is het wel wat er ook echt aan het afspelen is? Mensen verlichten. Optimistisch zijn. Alles wat mijn gevoelens wil pijnigen, heb ik alleen maar kunnen uitlachen. Voor sommigen had ik toch wel een teleurstelling. Ik had ze in mijn hart zitten. Maar ik zie ook gewoon hoe door en door verrot dat allemaal is. Wat echt haat en afgunst. Sommigen zien richting jaloezie gaat. En allemaal mensen die mij lastig vallen. Niemand wil hun zijn, hè. Niemand wil hebben wat van hun is. Niemand is jaloers op hun. Ze zullen ook haters hebben, maar niet zoveel als mij. Ja, dus dan weet je dat je dingen goed doet. Het is in ieder geval... God, laat me alles toe. En laat me alles doen. Duivel is een trutje. Niks wat hij doet, dat werkt. En we moeten een heleboel mensen in zijn team en aan het werk zetten. Wat ik allemaal zie als zieke mensen, als junkies, gehandicapten, laag EQ, lomschool shit. Allemaal melodies die achter de pestkop aangaan, omdat ze bang zijn dat ze anders zelf gepest worden. Allemaal mensen die ook genoeg hebben om ze mee te pesten, of de trash talk of de schotjes te geven. Je moet echt in zo'n breder spectrum moet je kijken. Dat is echt... mensen, hun visie is echt beperkt. En het is dat mensen een bril op hebben. Zo de kennis in. En gezien alles wat maar in hun horoscoopjes hangt, ze gaan het gedragen zijn naar hun naam. Kroonchakra. Zo binnen de astrologie, allemaal zwaar in de matrix hangen. En alles wat maar bezig is, mijn aandacht te krijgen, zodat ik ze weer wat energie kan geven. De touch, en dat is wat echt iets kan doen. En dan heb ik een paar mensen, heb ik daar iets van gegeven. Maar ze doen er niks mee. En het zijn allemaal mensen die hun hoofd mogen kaal scheren en mogen biechten. Alleen dan gaan ze van de karma overkomen die ik op ze heb gezet, als zouden ze het misbruiken. Ik zie echt... Ik hoef niet perfect te zijn. En alles wat dan maar hun best aan het doen is om geaccepteerd te worden. Allemaal slachtoffers. Die met z'n allen denken dat ik hun slachtoffer ben. Zijn allemaal hunzelf aan het pijnigen. Hunzelf aan het weggooien. En hun ziel aan het kwijtraken. Hun spirit. Demonisch aan het worden. En alles wat graag om dieven, moordenaars en pedo's rondhangt. Dat zal meteen de hele wereld gaat zien wie daar graag omheen wou hangen. Het zal koud worden voor velen, of het zal steeds worden. Als je weet hoe alles aan het bewegen is. En dan kan je energie, die kan je terugnemen. En zo onderscheid maken tussen wat natuurlijk is of onnatuurlijk is. Het is niet alleen het spiegelen of onderscheid binnen dualiteit of polarisaties. Het is echt gewoon
Nou, je moet de witchcraft, die moet je kunnen zien. We weten dat je de enige power bent. Ja, als niemand wat omarmt, behalve de smerigheid, de corruptie, zich veilig voelt bij machtsmisbruik, in hele lage vibraties gaan, op wat zijn ze dan aan het aantappen? Niet op de hogere frequenties, hè? Dus ja, kunnen ze mij wel lastigvallen? Kunnen ze wel op mij experimenteren? Kan ik al die middelen, die kan ik ook gebruiken? Zegt satanisch, babylonisch, een grote piramideschema. Allemaal mensen die met mijn competitie willen, het is allemaal doorzichtig. Enige wat ze om elkaar verzamelen, is mensen die net zo laag zijn als ze. Alles op één hoopje. Hey, als je de remote viewers ziet dat ze jou dus aan het bekijken zijn, kan je via daar hun dus ook bekijken. En Mirror Magic en zo. Zie je hem gewoon ook gluren. Je moet dingen zo doen dat hun die wel een beetje kennis hebben, zeker binnen astrologie, dat ze allemaal zien wat er aan het afspelen is. Ja, dan loop ik 3 jaar voor op de rest. Kunnen ze allemaal denken dat ze hier al op deze tijdlijn 10 stappen voorlopen. Dan waar ik ook gewoon hun smerigheid in een parallele universum vorm kan laten krijgen, in plaats van dat het hier gebeurt. En allemaal maar hun hoofd aan het krabben en niet snappen. Hoe het nou weer kan? Hoe kan dat ik nog steeds leef? Waarom de dingen niet werken? Het werkt wel. Maar niet hier in deze dimensie. En overlappen hogere dimensie eroverheen. Of overlappen de toekomst. En ze kunnen me hier kanker willen geven. Laat ik ze gewoon de kanker aan me geven. Ver in de toekomst waar er een middel is tegen kanker. Neem dat middeltje en ik ben weer genezen. Ik haal die overlapping eraf, ik ben weer hier. Ta-ta-ta-ta, geen kanker. Heel even een voorbeeldje te noemen. Een heleboel willen lullen over een kwantumfysica. Een heleboel die erover praten. Als ze zelf zouden horen, dan weten ze dat ze van hunzelf zo in andere levens aan het stelen zijn. Dus hierop vooruit ten koste van hunzelf op een andere tijdlijn. Wat is dat? Zijn gewoon hunzelf aan het vermoorden. In plaats van de defragmentaties. Juist teruggaan naar de levens. Om te helpen, te helen. Allemaal maar hulp nodig hebben, maar niet de hulp van hunzelf aannemen. Naar alles iedereen aan het luisteren, maar niet naar hunzelf aan het luisteren. Al die zondes die mensen aan het begaan zijn. Je zou niet eens gelovig hoeven te zijn om te weten dat ze gewoon hunzelf aan het opeten zijn. He, alles is energie. Dus al die magie die ze aan het uitoefenen zijn, niet doorhebben dat ze het in hun eigen schaduws aan het plaatsen zijn. De schaduws komen ze niet vanaf, want er zal altijd licht schijnen. Nu zichzelf veilig wanen, want ze zijn omringd door mensen die geen licht hebben. Of het is vals licht, bouwlampie. Allemaal mensen eromheen. Woe, 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 geweldig. Het is allemaal fake, dus het doet niks. Zou ik niet snappen waarom er niks aan het groeien is. Al mensen die niet willen helen.
niet een beter mens willen zijn. Hè? Alleen maar spelletjes willen spelen. En daarmee dus gewoon alleen maar hunzelf voor de gek houden. Hunzelf van het domme aan het houden. En niet snappen dat ze er niet slimmer op worden ook. Ik echt denk, als jij niet de controle over je hebt, dan je hebt zelf de controle ook niet. Dus dan ga je gewoon een zombie, ga je gewoon door het leven. Een empty shell. Van die mensen die heel makkelijk geactiveerd kunnen worden binnen de Matrix. Mr. Smith. En anderen die gaan als een of andere red lady door het leven. Een heleboel die gaan eerder als een of andere, ik noem het dan maar yellow lady. Alles voor het geld aan het doen. Ik kan heel erg met science bezig zijn. Maar als je dan niet de zijn ziet die nu bezig is. Allemaal praatjes over 5G. Allemaal praatjes over MK Ultra. Allemaal praatjes over programmering, propaganda en zo. Niet snappen dat ze er volop in hangen. En alles ziet er voor hun normaal uit. Het gaat goed met ze. Allemaal levensjaren aan het weggooien. En dat wat resetjes probeert in te kleuren. Maar hunzelf niet naar een reset. Zien voor de reset waar ze nu in leven. Dus daarvoor zich niet kunnen herinneren. Maar ze zijn bezig met plaatjes of praatjes van het internet. Dat gewoon aan het herhalen. En zelfs als het waarheid is. Zijn ze er qua kennis niet op vooruit aan het kopen. Ze zijn dingen niet onder oog gaan komen. En op die manier kunnen ze zichzelf er ook niet voor behoeden, het bevechten. Karma oplossen en erop vooruit gaan. Zoveel mensen die de calling hebben gehad. Of misschien zelfs wel getekend hebben om dit leven te leiden. En dan laten ze zich allemaal afleiden. Zijn ze allemaal niet aan het opnemen. Het niet aan het beantwoorden. Alleen maar omdat ze gegrepen zijn door geld en ergens bij willen horen. Ze willen graag aanzicht. Echt, alles wat alleen maar aan het nadoen is, gaat er niet op vooruit hoor. Zal in de materiewereld een beetje op vooruit gaan. Maar ga niks van dat meenemen als dit leven klaar is. Dus hebben het gewoon voor niks geleefd ook. Alleen maar karma opgebouwd en dat zullen ze in een volgend leven nog zwaarder gaan ervaren. Dus kans is groot dat ze daar weer met smerigheid bezig gaan. Weer niet echt wakker willen worden. Echt al dat gevak. En hun die alleen maar aan het neuken zijn. Konijntjes. En uiteindelijk allemaal verstijf voor wegrennen wanneer het er zo meteen op aankomt. Allemaal huilen wanneer ze voor de rechter zitten. Daar in een slachtofferrolletje. Willen gaan doen alsof ze misleid en verleid waren. Zelf de keuzes gemaakt hebben, want de appel is gegeten en iedereen die weet wat goed of slecht is. Kunnen zeggen, je hoeft niet een hele advocaat te zijn om te weten voor welke wetten jij de gevangenis indraait. En ze weten echt wel wat stelen is, wat mensen pijnigen is, wat meedoen is aan georganiseerde misdaad. Voorbedachte raden. Als jij geen kat hebt, maar wel kattenvoer gaat kopen, is dat een voorbedachte raden. Want wat ga je met die kattenvoer doen?
En dat is één voorbeeld van wat er allemaal heb afgespeeld deze 3 jaar. En deze 3 jaar allemaal belachelijk is, want mijn hele leven was om me voor te bereiden op wat er nu allemaal ging gebeuren. En het is echt een herhaling, want dit is een resetje. Allemaal mensen die geen baas kunnen zijn, maar wel erg bazig willen doen. Zelfs wel de titel bazige baas willen hebben. Zodra mensen gaan doorhebben waar de A4 likes allemaal terechtgekomen zijn door bij doen en laten initiations door de kopieermachine heen te halen. Als ze schrikken. En dan niet snappen dat mij ergens streelt. Maar ja, trots op mezelf zijn betekent niet dat ik trots moet gaan doen of zo. Maar gevoelige snaartjes raken, mensen pijn doen met de waarheid. Die mij aan het lastigvallen en aan het bestelen zijn. Al die corruptie. Echt, al die agenten die hier aan de deur geweest zijn. En niet voor het goede bezig zijn. Niet voor het goede bezig gaan zijn. Gaat zwaar voor ze worden. En die een eentje hebben afgelegd. Zal de straf een stuk hoger zijn als de normale burger die met deze smerigheid bezig is. Ook gewoon een straf zal krijgen. En corruptie gaat het zwaarst bestraft worden. Zeker die rechter die dit allemaal aan het toelaten is, niet aan het oplossen is, terwijl die mogelijkheden daar wel liggen, om zo iemand te helpen voor al het onrecht, wat bovenop erfenis stelen en destiny stelen heen gaat. Alles, alles op alles. En dan ook nog al die 30-plus wetten die overtreden zijn, waarbij het alleen maar bonter en gekker gemaakt is. En uiteindelijk kan ik alleen maar lachen hoor. Kan ik alleen maar lachen. Weet het wat er voor mensen aankomt. Dus kunnen ze wel met hun judgment bezig zijn naar mij, maar hun judgment gaat fucked up voor ze zijn. Ik weet van een heleboel die hiermee bezig zijn geweest, meer dan 90%. Als die waar ik doorheen ging, als hun daar nu doorheen moeten gaan, hun gaan de handdoek in de ring gooien heel snel. En dat doet niks. En het zal door en door blijven gaan. Maar hoe meer je als scheur door die matrix loopt, niemand ben, omni ben, en dan ziet hoe graag mensen iets willen zijn, en ik vanaf de astrologie aan het kijken ben en gewoon zie nog echt ook. Dit is echt hoe ze zich vandaag gedragen. Dit is gewoon... Ze lopen allemaal geprogrammeerd, lopen ze hier rond. En daarin zijn ze ook gewoon te raken. Te beïnvloeden. Het is echt... Mensen willen mentale spelletjes spelen met mij, maar... Ja, zo baf. Is er dingen bij hun vorm te laten geven. In hun onderbewustzijn te stoppen en hier al. Hebben ze geen idee hoe dat nou weer kan. Dat is magie. En waar hun hier al moeten heksen. En dat allemaal doorzichtig is. Allemaal zwak is. Allemaal niks doet. Hè? Spel is broken. En dat door maar een paar middelen in te schakelen. Een paar toeltjes in te zetten. En ik heb de staf, die heb ik niet nodig. Niet hier al.
Ik hoef alleen maar te luisteren, te kijken. En het moment dat ik ga spreken is het co-creator shit ook. Heel simpel. Yeah, it's spoken, so it shall be. En als de mensen denken te gebruiken door ze drugs te geven en zo, zorg ik wel dat ze nog meer drugs gaan gebruiken. En ze mensen aan het beïnvloeden door met de seks, zorg ik wel dat ze alleen maar seks willen. Mensen die willen dingen vergeten, zorg ik dat ze alles vergeten, behalve dat ze bij mij hebben gedaan. Ik zal in hun hoofd spoken. Hun smerige intenties is dat men hun vorm gaat krijgen. En ik plak er wel wat aan dat ik het niet eens bij ze hoef te brengen, maar iemand anders het bij ze kon brengen. Mensen wel de hele crimineeltjes zijn, maar wel met een masker oplopen, hier al doen alsof ze lief, aardig, sociaal, zorgzaam zijn. En ik zou crimineeltjes op hun pad sturen. Ja, maar niks van dat willen hebben en iedereen mag gewoon weten wie ze zijn. Gaat een bitch worden voor velen die in de gevangenis komen. Die gaan behandeld worden alsof ze een of andere pedo zijn. En ze gaan straks hun partner uit huis trappen omdat ze bang zijn dat hun kinderen erdoor beïnvloed raken. Zeker wanneer ze gaan verdiepen in wat karma doet. Sommige mensen wil je niet mee op straat lopen. Wil je niet dat mensen denken, hun horen bij elkaar. Ja, mensen moeten zelf weten waar hun geaardheid ligt. Maar alle kasten gaan kapot. Iedereen die gaat weten waar je staat. Met niemand rekening te houden. Behalve met kinderen. Dus zullen het voor hem laten krijgen ook. Wat dat betreft. En ze verwijderen mijn YouTube ter dit. Dus het is de bedoeling. En iedereen die daar denkt verandering in te brengen. Weer intuïtie. Hun intuïtie of hun intenties bedoel ik. Ja, dat zal bij hun vorm krijgen. En ze wilden spelen met demonen. Ga ik wel met spirits aan de gang en dan zullen we zien wie meer last krijgt van geest. Als alles in je voordeel te werken is, deze 3 jaar alles alleen maar bevorderd heb voor wat er in de toekomst gaat komen. Zelfs het nu beïnvloedt wat er in de toekomst gaat komen. Dus kunnen wij wel in een slecht daglicht willen neerzetten op lange termijn. En we zijn zelf in een slecht daglicht neergezet. En ze gaan zien, ze zijn niet 5D, ze zijn niet van een hoger bewustzijn, ze geloven helemaal niet in Flat Earth. Alles wat ze deden was een leugen, alles wat ze zeiden was duimzuigerij. Gaan als Pinocchio's door het leven en de veil die gaat ze afgenomen worden, dus die neus die zal groeien ook. Ze zijn als energievampieren bezig, kunnen zo meteen hier aan de source komen, zullen heel snel oud worden. Nee, ze zijn aan de hekserij. Dus hun zullen lasten, ziektes en ongeluk. En iedereen die zal het zien. En wat dat betreft is mijn web, die is gevuld. En ik ben niet die spin die ze komt inwikkelen. Ga niet aan het werk. Laat de mensen wel werken. En
En ze willen graag aandacht. Dus ze zullen er wat voor moeten doen ook. Even drinken hoor. Maar hè, al dat onnatuurlijke. Zullen ze laten zien wat supernatural is. De magie is terug aan het komen op aarde. En als je een beetje wil verdiepen in hoe dat eruit gaat zien, zou je eens de mits in moeten duiken. Dan heb ik net een verhaal gaan, die ancient zijn. Het talent. Niet wat iedereen heeft. Dus ze moeten wel aan het kopiëren. Als copycat door het leven. Zelfs dubbelgangers en kloontjes, die lopen zo meteen allemaal belachelijker bij. Want fake it till you make it, maar een loopje is nog steeds belachelijk en het zal belachelijker worden ook. Iedereen zal zien hoe onnatuurlijk het is waar ze mee bezig zijn. Iedereen die naar ze luistert, bepaalde onderwerpen, zelf onderzoeken gaat analyseren, die ziet gewoon, ze snappen er helemaal niks van. Dus ze leven het niet. Dus ze hebben de ervaringen ook niet. En ze gaan het vals spelen, het liegen, het stelen, allemaal zien. Wil je dat graag om je heen hebben? Zou je ook zo zijn als hun blijkbaar? Dat ga drinken pakken, maar ik ben klaar ook.